Bijkans 300 geslaagden van diverse ambtenarenopleidingen hebben onlangs hun diploma in ontvangst genomen. De afdeling Vorming en Opleiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verzorgt algemeen vormende opleidingen, te weten surnumerairs, de voortgezette algemene ambtenarenopleiding en specifieke opleidingen zoals de bevolkingsadministratieopleidingen. Kavita Gangadin, hoofd van de afdeling Vorming en Opleiding van BISA, hoopt dat het voor de geslaagden niet slechts blijft bij felicitaties en bemoedigende woorden. Maar maak gebruik van de opgedane kennis, de vaardigheden en de juiste attitudevorming die u hebt meegenomen tijdens de opleiding. Laat ook blijken dat u uitblinkt op uw eigen afdeling door de afronding hiervan. Laten wij richting geven aan een gezonde en rationele organisatie waarbij gedacht mag worden aan een proactieve houding van u, klantgericht werken in plaats van klantvriendelijk alleen te zijn. Let ook op uw integer gedrag. Geef uw maximale inzet aan de organisatie. Laat de omgeving en uw werkgever duidelijk merken welke competenties u bij hebt geleerd. Dat zijn de verwachtingen van uw omgeving, maar tevens ook de doelstellingen van de opleidingen van ons. Laat zien dat uw bagage vergroot en verzwaard is geworden met de opgedane kennis en vaardigheden. Laat dit het begin zijn om verder te stimuleren. Laat dit een stimulans zijn voor uw vrienden, familie, werkvloer enzovoorts. De bestgeslaagde Maureen Tellecht zegt dat haar kinderen de motivatie voor haar waren om de opleiding af te ronden. Zij adviseerde de geslaagden om zich te blijven inzetten en als het enigszins mogelijk is, verder te studeren. De mensen die les hebben gegeven, de mensen van de opleiding, dat ze dit alles wilden in elkaar wilden zetten. Ik wilde de leerkrachten bedanken voor hun motivatie. Dat ze ons elke keer opnieuw en opnieuw het niet begrepen, de tijd namen om ons uit te leggen de liefde met liefde. Tenminste, de leerkrachten die wij hebben gehad hoor, we zijn gezegend. Met liefde hebben ze hun deel aan ons uitgelegd. Dus we zijn heel dankbaar. En ook aan iedereen van de opleiding, vooral mevrouw Demi van die coördinator is, we zijn dankbaar voor haar ondersteuning. Ja, dat is zo. Wees trots op jezelf, want niemand gaat het voor je doen. Niemand gaat het voor je doen. Maureen Tellecht, bestgeslaagde van de surnumerairs opleiding. Zij sprak bij de diploma-uitreiking van diverse ambtenarenopleidingen.